Dat was natuurlijk best lachen. Dat we er ineens achtergekomen zijn dat juist bij Buma Stemra illegale content gedownload wordt. Nog grappiger waren de smoesjes die daarna de wereld ingeslingerd werden door Buma Stemra. Ze zou hun IP-adres gekaapt zijn. Nou, wij zijn er inmiddels achter dat dat complete bullshit is. En daar gaan we ze eens even fijn mee confronteren. Brenno de Winter, allereerst felicitaties. Je bent journalist van het jaar geworden. Ja, lachen. Helemaal geweldig. Mooi, dan gaan we gelijk verder tot de orde van de dag. Want je bent niet voor niks journalist van het jaar. Buma Stemra. We hebben gezien dat zij torrents downloaden. Nou, dat doen we allemaal wel eens. Niet zo heel erg. Maar ja, als Buma dat doet, is het ineens een ander verhaal. En wat is het excuus? Hun IP-adres zou gekaapt zijn. Ze zouden slachtoffer zijn van spoofing. Kan dat? Nou, vroeger kon dat wel op internet, maar tegenwoordig wordt eigenlijk bijna alles op een nieuwere manier gerouteerd, waardoor dat heel erg lastig is, weinig geloofwaardig. Het lijkt mij waarschijnlijker dat ze zelf hebben zitten downloaden. En het verhaal dat ze eventueel zouden zijn gehackt, dan was het zeer waarschijnlijk geweest dat al hun dossiers op straat hadden gelegen. Ik geloof er kortom geen bal van. Ik vind het een zeer zwak argument. Het is namelijk een zwaar technische onderneming om IP-spoofing te doen. En om dat allemaal te gaan doen, dat is echt technisch hoogvaardig werk. Of om alleen Buma Stemra in een IP-tracker van een torrent downloader te gooien, dat vind ik zeer onwaarschijnlijk. Wat wij gezien hebben bij Geen Stijl is dat ze een serie van Entourage hebben gedownload. En ze hebben het spelletje Battlefield 3 hebben ze gedownload. Dat zijn niet de dingen, denk ik, waar een hacker op doelt, maar naar zoekt. Nee, dat sowieso niet. En Battlefield 3, dat lijkt me echt passen bij een organisatie die vooral heel erg veel geld incasseert en verder heel erg weinig doet. Ja, het is al het zoveelste geval van praktijken die niet door de beugel kunnen. Buma Stemra heeft een voorbeeldfunctie en die gaan ze zelf downloaden. Waar ze zich zo hard voor maken, gaan ze zelf doen. En ze doen hun geloofwaardigheid, ja, die gaat alleen maar verder onderuit. Nou, als het allemaal waar is, vind ik het echt hilarisch. Is dit kamervragen waard? Zeker wel. Ik heb vorige keer al gepleit bij het laatste debat voor een diep en breed onderzoek naar Buma. Er zijn er malversaties daar, dat moet tot op de bodem onderzocht worden. Staatssecretaris zegt, ik ga er niet over, ik kan dat niet doen. Maar volgende week is er een voortgezet debat daarover en dan ga ik het weer aan de kaak stellen. Vind je het kamervragen waard? Daar heb ik over zitten nadenken. Omdat het een privaatrechtelijke club is, weet ik niet hoe ver ik daarmee kom als ik het via de regering doe. Ik wou ze eigenlijk zelf een brief schrijven, een openbare brief. Hoe gaat u hier nu verder mee door? Ik denk als er sprake van zou zijn, en dat moeten we gewoon verder onderzoeken met elkaar. En daartoe wil ik ook nog met Buma Stemra het gesprek aangaan. Dan zijn dat zeker kamervragen waard. De persvoorlichter van Buma Stemra zoeken we. Ja, en u bent van? Geenstijl.nl. Ik ga even bellen. Dank u wel. Manamana. Mogen we jou gaan vragen? Ja, waar ga je op vragen? Ja, wat denk je? Over het perspectief. Onder andere. Daar ga ik verder ook niks aan toevoegen. Ja, maar dat kan natuurlijk niet, want dat persbericht heb je er ook weer afgehaald. Je hebt twee persberichten geplaatst. Eerst eentje waarin zei dat het hele bedrijvenpark IP-adressen gebruikte. Nou, toen kwamen jullie zelf wel achter dat het niet was. En toen kwam er een persbericht aan dat jullie gehackt zijn. En we hebben toch echt ook wel met meerdere IT-experts gesproken dat gewoon echt zo goed als onmogelijk is. We hebben gisteren een persbericht uitgestuurd en bij dat persbericht gaan we het laten. Nee, maar dat kan niet. Ja, het is wel echt zo. Nee, maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we wel doen. Nee, sorry. Nee, maar dit kan niet, want we hebben gewoon een aantal vragen. Want je bent een Buma Stemra organisatie. Jullie zijn tegen het downloaden. Dus jullie werken er samen mee met Brein. Dan word je betrapt op downloaden. En dan ga je het proberen te downplayen. En dan lieg je ook nog eens een keer. Want dat zijn gewoon leugens. En daarna maken jullie ons uit voor leugenaars. We hebben gisteren een persbericht uitgestuurd. En bij dat persbericht gaan we het later. Nee, maar ik maar dat zal toch echt moeten? Dit gaat nergens op. Ten eerste laat je ons een kwartier wachten. Ik bedoel, dan denk ik alleen maar zit je Battlefield te spelen. Nee, sorry, ik heb echt niks aan het persbericht toe te voegen. Ja, maar je hebt nog een perswoordvoerder. Bedankt voor die naartoe komen. We hebben gisteren een persbericht uitgestuurd. En bij dat persbericht gaan we het later. Ja, aan ons willen ze geen commentaar geven. Wat vind je daarvan? Dat vind ik erg laf. En ik vind het ook raar dat ze een persverklaring kennelijk van hun website hebben ingetrokken. Ik vind dat ze, terwijl ze normaal altijd de grote mond hebben over het downloadverbod, vind ik het heel opmerkelijk dat ze zich nu stilhouden en er geen, op zijn minst, een weerwoord naar jullie toe over durven te formuleren. Ik spreek onder andere met de directeur, maar ik spreek ook met de mensen van communicatie. En ze willen mij zeker te woord staan en ik vind dat ze ook jullie te woord moeten staan, want zo hoort dat toch.